Als je een auto gaat uitzoeken, dan kan het best heel moeilijk zijn om een keuze te maken tussen al die verschillende opties. Nou, daar is een oplossing voor in de vorm van deze Voya Free. Ja, segment grote SUV, elektrisch, vanuit China. Ik zeg groot, maar moet je kijken, 4,95 meter. Naast nou, even een rondje eromheen lopen. Ja, hij is vrij clean hier, ook met de deurgreep verklonken in de deur, wat we vaker zien. En als ik dan kijk de sleutel, overigens een kleine lichte sleutel, dus in je binnenzak zou je er weinig last van hebben. Kijk, ga ik even open doen, want dan zie je dan. Een hele mooie lichtshow. Ja, met name donker ziet er heel tof uit. Ja, die achterkant vind ik echt wel heel gaaf. Grote wielen, van die turbinewielen. En aan de voorkant, het is even een keer geen schreeuwer. En dat is ook wel eens leuk. Kijk, we hebben hier wel een aardig aanwezige grill met van deze spijlen hier met Voya logo. En ook, ga ik hier nog even aanzetten. Ik kan dus een aantal keuzes maken. Dus als je aanzet, drie verschillende lichtshows. En deze leuke combinatie vind ik heel tof. Blauw van buiten en crème beige van binnen. En dat is ook meteen het enige waar je uit kan kiezen. Want voor de rest, de auto is wat het is. Je kan geen opties aanvinken, behalve nog misschien nog een trekhaak. Ja, de cijfers zijn heel belangrijk. Staat er gewoon op. Als je hem bestelt, wordt er waarschijnlijk vanaf gehaald. Maar dat belooft wel wat, hè. Kijk, 500 kilometer. 4,4 seconden naar de 100. Dus ja, de cijfers kloppen. Hij concurreert met de Duitse grote jongens. En dat je ook rijdend daarmee concurreert. En de ruimte aan de binnenkant. Hoe zit dat precies? Dat mag je de komende dagen gaan uitzoeken. En ik voel me verrit, want het is een van de eerste Voya Free's in Nederland. Ja, dat vind ik gaaf. Dus ik ga lekker sturen met deze Chinees. Overigens uit Wuhan. Dat ken je waarschijnlijk nog wel. Let's go. Vanaf de plek waar je wilt zijn in de Voya. Het stuur. Achter het stuur. Ik zei het al. Chinese merk. Ja, er is er weer eentje. En toch, ja, altijd onderscheiden ze zich weer. Gelukkig voor deze auto. Het eerste wat mij opvalt is het ruimtelijke gevoel. Het is een grote auto. Wat ook te maken heeft met de kleur van de bekleding. Ik vind het wel mooi. Hè? Groot panoramadak erbij. Een grote cabine. En dat vind ik wel lekker. Ik hou van een beetje ruimte. En dat moet ik bij zo'n grote auto. En als je kijkt naar de materialen. Hè, hier heb je in de deur lekkere zacht leder. Met ook leuke mooie stiksels. Dat geeft een hele chique touch en feel. Ook hier op het dashboard. En ook hier nog iets hoger. Dat vind ik mooi. Dat hebben ze mooi gedaan. Stuur is iets harder. Het is een vrij groot stuur. Hopknopjes, waaronder wel opvallende, of eigenlijk twee opvallende. Hier knopje voor de Night Vision. Druk erop en heb ik hier, als je dat doet, heb ik hier voor mij, krijg ik nachtvisie. Dan kan ik ook eens in het donker en als het slecht weer is, kan ik nog heel goed voor mij kijken. En hier knopje, dan kan ik een foto maken. Ja, dat kan van een foto van mijn voorganger. En waarom dat zo zijn. Ja, ik zou die gebruiken, maar goed. Ik weet, er zijn mensen met dashcams en zo. Ja, dat kan natuurlijk een hele mooie oplossing zijn om de shortcut naar de fotocamera. Hier, dit is materiaal. Nou, het is zeker aluminium. Het is wat plasticachtig. Gaat ook voor deze, de pook. Dat moet een talisman voorstellen. En talisman staat een symbool voor geluk. Ja, we hebben natuurlijk allemaal een klein beetje geluk nodig in ons leven. De Voya die geef je dat klaarblijkelijk. Daarnaast heb ik een touchpad. En die vind ik wel interessant, want ik vind het fijn om de Audi met een knop te bedienen. Nou, die heb je hier niet, wel op een stuur, maar niet. Zo'n schuifdingen en zo, dat vind ik nooit echt lekker werken. Maar deze touchpad, die doet het verdomde goed. Die doet best wel accuraat wat je wil. Dus volume, maar je kan ook naar links en rechts swipen voor het volgende of het vorige nummer. Schermen, hè. China, dus digitaal. Waarbij overigens, ja, ik hoor vaak, ja, worden alle gegevens opgeslagen door de Chinese regering. Nou ja, natuurlijk worden gegevens opgeslagen, maar niet alleen voor Chinese merken. Het geldt eigenlijk voor alle merken. Allemaal data wordt opgeslagen overal. Daar ben ik nooit zo heel erg bang voor. Maar goed, dat even terzijde. Drie grote schermen. Eentje natuurlijk voor de wat de accu nog kan. De snelheid en dat soort dingen. Ja, de adaptieve cruise control.
hier een navigatiesysteem. Hij ziet er niet heel erg modern uit. Maar gisteren tijdens de rij had ik een lange afstand. Hij zegt heel snel dat files zijn en geeft wel een alternatieve route. Dus de actuele status, dat gaat wel heel snel. Dat vind ik wel netjes. En daar nog een scherm voor de passagier. Dan kan je radio kan je instellen. Je kan de massage instellen. Je kan foto's maken van ons en van de achterbank. Zo je wilt. En hier een opvallende knop. Dat is de rijmodus, geloof ik allemaal wel. Dat je wat dynamischer en economischer kan rijden. Maar met name die, dan, wat gebeurt er dan? Het hele dashboard gaat naar beneden. En dat is uniek. Wat heb je daar nou aan? Ik vind het prettiger rijden met dashboard naar beneden. Heb een beter overzicht. En ook als je hem in de sportmodus zet, dan doet het automatisch. Dan heb je iets kleinere schermpjes. En het werkt voor mij wel heel fijn. Dit hè, in de deur. Ja, het is een houtlook. Het is zeker geen hout. En dat is denk ik ook het verschil met Chinese merken. En vooral met Duitse merken. Hè. Ze zijn gewoon wat goedkoper. Ja, dat zie je daar ook wel in terug. Veiligheidssystemen. Natuurlijk altijd Lane Assist, ACC. Hij ziet allemaal dingen om je heen. En ik heb nu een paar keer gehad dat iemand blijkbaar achter mij hard aan kwam rijden. En dan gingen de alarmlichten gingen. Die gingen hard knipperen. Schrok ik in eerste instantie een klein beetje van. Ik vond het ook niet zo nodig. Dus dat kan nog iets verfijnder worden afgesteld. Ook vind ik soms dat hij soms iets te veel afstand houdt. Ondanks dat ik hem op de kortste stand heb ingesteld. En hij kan soms ook van auto's op een andere baan. Dat hij ook daar wat gevoelig voor is. Dat zou ietsje beter kunnen. Dat is ook niets nieuws, weet je. Er zijn, vind ik, weinig merken die dat echt heel erg goed hebben afgesteld. Opbergvakjes. Ik heb hier een dingetje voor. Wat kan er eigenlijk in? Ja, cupholder. Ik heb hier een vakje. Oh, dat is vrij diep. Daar kan ik wel wat in. Ik kan hier een telefoondraad dus opladen. Ja, het oog gewoon wel lekker chic, deze auto. En dan de stoelen. Ik vind het wel lekker, zo'n dikke hoofdsteen. Ziet er ook mooi uit. Ik kom hier met mijn lengte een klein beetje met mijn knie tegen de middenconsole aan. En de stoelen zijn lekker zacht. Ze zijn redelijk goed verstelbaar. Ik merk dat als je wat langer zit, dat de wang aan de zijkant, dat die een klein beetje begint te voelen. Maar ja, ik ben ook al een tijdje aan het rijden. Ja, en ik heb ook niet zoveel vet op de botten. In ieder geval bij het zitvlak. En het sturen zelf dan? Nou, het is een redelijk groot stuur. Ligt op zich prima in de hand. Alleen de sturing, hij is niet heel direct. En ook eigenlijk in combinatie met het onderstel. Het Amerikaans gaat te ver. Maar het wel een beetje die kant op. Het is wat deinerig, misschien een beetje zweverig. In ieder geval, je moet echt wel wat doen met de stuur voordat ook echt wat gebeurt. Dus het is, het heeft zeker geen sportief dynamisch karakter. Het gaat over het onderstel, hè. Het is standaard luchtvering en dat is gewoon heel lekker. Ja, hij deint lekker een beetje na over de drempels. Als je bijvoorbeeld een BMW gewend bent of een Porsche, is het veel strakker. Een Mercedes is, vind ik, net even iets vernuftiger, iets subtieler. Iets lekker afgesteld dan deze auto. Het blijft wel luchtvering. En dat is ook wel lekker. Nu even, ik rijd nog weg bij stoplicht. En natuurlijk, de trapje is op de rem. Dan kan je voeten van afhalen, dat is fijn. Als je dan wat gas geeft, dan voel en hoor je dat de rem mechanisch wat loslaat. En dan hoor je een heel klein dingetje. En dat zijn van hele kleine dingen waarvan je denkt, van, het zou fijn zijn als die ruwe diamant nog even mooi gepolijst kan worden. Dat even net eventjes iets verfijnder wordt. Ik denk als je dit segment aan het shoppen bent, dan vind je het toch fijn als zulke geluidjes er gewoon niet zijn. Ook nu weer, even remmen trappen. Hij is groen. Ja, hoor ik een klein dingetje. Ja, misschien ben je dan echt een muggenzifter. Maar het is er wel. Actieradius is 500 kilometer. Dat is natuurlijk gewoon helemaal niet gek. Wel TP in de praktijk zal in dingen rond de 400 uitkomen. En nog steeds, hè. Hoe vaak komt het voor dat je op één dag meer kilometers maakt dan 400?
ja, weinig, gewoon echt heel weinig. Axelaris, hè, hij heeft 490 pk als ik me niet vergis, of 470 in de orde van grootte. Dus geef je gas in 4,5 seconden, zit je op die 100. Dat is heel hard en hij knalt door 200 km per uur, wat niemand doet met zijn auto. Nee, daar verkoop je het niet. Hij heeft veel ruimte en dat vind ik heel fijn aan deze wagen. Het zijn best wel grote raampartijen. En ook achter mij, het is wel level van de wagen. 4,95 meter. En dat merk je, dat je hier in de cabine is lekker de ruimte. Op de achterbank. En daar gaan we nu naartoe. Kijk eens, even achter mijn spreekwoordelijke zelf zitten. En ja, ja, hier word ik er toch wel blij van. Hij heeft zelfs een instaphulp. Dus de stoel staat verder naar achteren dan als ik mee zou rijden. En nu al, hè, ik heb enorme beenruimte. Dit is echt, dat had ik niet verwacht. Dit is echt dik voor elkaar. Geldt ook voor mijn hoofdruimte. Meer dan genoeg. Lekkere zetel, een goede hoek ook vind ik. Lekker zacht ook weer, ook hier in de deur. En dat is mooi. Bij een bovenbeen had ik iets meer steun misschien lekker gevonden. Ja, dat is het enige. Maar hier geen middentunnel. Dus ik heb hier alle ruimte. Even kijken. Ja, midden afsteunen. Met bekerhoudertjes. Leeslamp. Ja, doet het ook nog. Een USB-C, een USB-poort. Achterin. Dikke prima hierin. Ik ben al terug van een dag met wat langere rit. Om precies te zijn, 228,2 kilometer heb ik gereden. Snelweg, in de stad, in de file. Dus eigenlijk een wat reguliere rijdag voor zulke kilometers. En ik zie een gemiddeld verbruik van 23,2 kWh per 100 kilometer. Even teruggerekend naar een accucapaciteit van 106 kWh van deze auto. Dat betekent op 100% accu zou ik 456 kilometer halen. Dus de WLTP per kilometer actieradius van 500 kilometer hebben ze echt wel heel goed ingeschat. Het valt mij echt niks tegen. Ik had eerlijk gezegd minder verwacht. Dus hebben ze bij voorjaar 4 hebben ze dat keurig voor elkaar. Kijk. En dan zie je dat ik hier zo wel wat uit mijn duim zuig. Druk. Nou ja, even kijken hoor. Ik moet wel een beetje nadenken. Zijn systemen die zijn wat beter. Maar goed, even genoeg over dat geklaag. Want ik had al eerder deze auto krijg in één uitvoering. Ja, nou, dus dat maakt de kiezen een stuk makkelijker. En wat krijg je daar dan voor? Nou, dat is best wel een lijstje. Om te beginnen, stoelverwarming. Leuk. Maar ook stoelventilatie en stoelmassage op beide stoelen. Je krijgt dat schermpje. Je krijgt een panoramadak, die kan niet dicht of open. Maar je kan met één druk op de knop wel dimmen als je dat wilt. Je krijgt een DIN audiosysteem met een lekker geluid. Je krijgt night vision, je krijgt auditieve cruise control en nog een hoop andere zaken. Ja, en toch ook een paar dingen die er misschien niet op zitten, wat je misschien wel verwacht. Bijvoorbeeld een head-up display. Of een elektrisch verstelbaar stuurwiel. Meedraaiende achteras, hè, want het is een grote auto. Nee, daar zit het dan weer net niet op. Ja, is het daar nodig? Het is ook allemaal. Is het misschien niet wat too much? Maar ja, dat is dus een keuze die je kunt maken. En wat ook het prijsverschil verklaart in verhouding met de concurrentie. Dat is altijd de belangrijke vraag, hè? De propositie. Wel, ja. Hoe ver houdt hij zich met andere merken? Hij richt zich op bijvoorbeeld Mercedes EQC, Tesla Model X, Xpeng, Audi Q8 e-tron, zelfs BMW iX. Dat noem je natuurlijk best wel wat. En die auto's zijn echt wel serieus prijzig. Dan is het vooral de Duitse merken. Daar kom je kijken vanaf 80, 90, soms 100.000 euro plus. En dat scheelt het merk toch ook echt wel een beetje. Niet alleen in wat er op en aan die auto zit, maar ook hoe het werd.
Kijk, het is zeker geen budgetauto, verre van dat. Hè? We laten wel €75.000. Hij is wel even groot als die andere auto's. Dus dat is heel prettig als je grote SUV zoekt, maar geen ton wil stuk slaan. Toch een hoop dingen op aanbod hebben, is een hele goede optie. Maar goed, omdat ze toch roepen, BMW iX Audi Kracht e-tron, hey, dat red je gewoon niet. Dat is gewoon net even vernuftiger en je merkt dat die zijn gewoon even iets verder en daar betaal je voor. Maar ja, daar betaal je significant voor. Wil je dat? Ja, keuzes, keuzes, keuzes. Ik ben aan het eind gekomen van mijn rit met deze voorjaar Free. En weet, het is ook een hagelnieuw merk, hagelnieuw model. En het leuke is van, er komen nog twee andere modellen aan. Namelijk de Voya Passion, dat is een grote sedan. En de Dream, dat wordt de elektrische MPV. Ja, een busje. Ga je binnenkort mee rijden, zeer benieuwd naar. Ja, nu uit conclusie hè, van deze Voya Free. Gaat er €75.000. Dan krijg je echt wat voor terug hoor. Er zit een hoop op een aandeelauto. Goede accelerariërs. Het laden trouwens, die genoemd. 100 kWh kan de lader, dus niet de snelste. Ja, anderzijds, ja, hoe vaak komt het voor dat je op één dag meer dan 500 km rijdt? Dat gebeurt gewoon niet zo heel erg vaak. Dus, ja, weet je, ben je aan het shoppen bij Tesla Model I, bij Audi Q8, Mercedes EQC? In ieder geval in dit segment heb je 75 mil te besteden. Ga langs bij Voya proberen en laat je gewoon verrassen, want misschien is dit dan wat voor jou? De Voya Free.